een vrijdagfilmpje. Het voorlaatste van dit jaar. Het is kerstmis! Joepie! Maar even zien of dat we alles hebben, hè. Een kerstboom, ja, die hebben we. Trouwens, raar ding toch, dat wij het midden van onze living zetten. Vind je dat niet? Van waar komt dat? Wel, de kerstboom is een heidens vruchtbaarheidssymbool. Heidens? Ja, inderdaad. En wij zetten dat in het midden van onze living als symbool van een nieuw leven. Want daarom moet dat ook een altijd groen blijvende boom zijn. En natuurlijk stoppen wij dat vol met versieringen en lichtjes om iets meer licht in ons leven te brengen tijdens deze toch wel donkere dagen, de donkerste dagen van het jaar. Dus die kerstboom die is er, dat is goed. Trouwens, nieuw leven, dat doet ons ook wel denken aan natuurlijk het christendom, hè, het kindje Jezus dat geboren is en zo. Maar goed, we gaan verder. Kerstboom, kerstverlichting, ja, check. Kaarsjes, muziek, dat komt goed. Jingle bells, rocks voor straks. Menu. Een dessert, dat hebben we nog nodig. Sneeuw. Oei, ja, dat gaan we nog moeten bestellen bij het universum, want dat is er dit jaar nog niet. Dus misschien kunnen we daar nog iets mee doen. Vakantie. Ja, straks is vakantie. Alle kinderen hebben eindelijk vakantie. En hopelijk ook een goed rapport. Cadeautjes. Ja, veel cadeautjes geven. Wij leven in een wereld vol overvloed en we beseffen het amper. Wel, ik wil jou uitdagen deze kerst. Denk eens aan één persoon. Eén persoon die je misschien al een hele tijd vergeten bent. Waar je geen contact meer mee hebt. Waarvan je weet dat hij misschien alleen is. En koop daar één cadeautje voor. Ja, en ook één kerstkaart. 10 kerstkaarten voor één persoon is ten eerste belachelijk. Ten tweede hebben wij niet vaak niet meer de gewoonte om kerstkaartjes te schrijven. En toch is dat toch heel plezant. Dus een cadeautje en een kerstkaart voor iemand heel bijzonder. Eén extra. Dat moet kunnen, hè, in een wereld van overvloed. Vind je dat niet? En mijn cadeau voor jou is, ja, dat ik jou ga blijven inspireren. Dat ik je kennis ga geven. Dat ik je inzichten ga geven. Dat ik jou in bepaalde ervaringen mag zetten. Maar vooral, voor deze kerst wens ik jou oneindig veel warmte, geluk en liefde. Voor jou en voor iedereen die je dierbaar is. Wees de kerstster en blijf stralen. Tot volgende week. Zalig kerstmis. Bye bye.